Museum Vincentre opent in april 2023 met een aanzienlijke uitbreiding qua ruimte en activiteiten. Daar zijn nieuwe enthousiaste vrijwilligers voor nodig. Wat voor soort vrijwilligers Vincentre nodig heeft en hoe de huidige vrijwilligers dat ervaren, laat Lon TV zien in 4 afleveringen. Ja. Lopen jullie met mij mee? Ja. Goed. Even opletten, we gaan hier oversteken. Mijn start is een klein beetje verder aan de rechterkant. Tijdens mijn wandeling passeren we een paar objecten. Maar daar vertel ik van alles over als we terugkomen. Dus even opletten hier met het verkeer. Ja, heel veel. We passeren hier dus een heel mooi huisje. Maar daar ga ik zo meteen daar iets over, over vertellen. We naderen nu het prachtige Van Gogh-kerkje. En we gaan stoppen voor het, precies voor het kerkje, dus we moeten nog een klein stukje doorlopen. Ja. Dit is het kerkje waar de vader van Vincent dominee was. Hij is van 1882 tot 1885, totdat hij overleed, heeft hij hier dus diensten gedaan in dit prachtige kerkje. Het kerkje is op dit moment niet open voor het publiek. Het is nog wel voor trouwerijen, voor evenementen, voor exposities. Ja. Dan wordt het dus opengesteld. Ja, dan kun je het afhuren of wordt het alleen maar opengesteld? Nee. Ik heb het kerkje met de eigen rebondenvlaar geschilderd. Kijk maar. Het zijn allemaal stukjes uit de brieven van Vincent van Gogh. Vincent was niet alleen een goede schilder, maar ook een hele goede briefschrijver. Vincent heeft heel veel brieven geschreven. Heel veel aan zijn broer Theo. En hier in Nuenen heeft hij een dik 130 brieven geschreven. Dit is het eerste monument wat er opgericht is voor Vincent van Gogh. Het was 1930 zoiets, 40 jaar na het overlijden van Vincent, dat er het kunstenaarscollectief Berlage, Mondriaan, Dr. Wiegersma, die zeiden dat is toch raar. Hè, van Gogh die is al 40 jaar dood, er is geen enkele stad of dorp waar hij gewoond heeft, is er een monument voor hem opgericht. En die dachten, we gaan naar de gemeente Nuenen en die vroegen om geld voor een monument. Dorothee, wat is er voor nodig om een goede rondleiding te doen? Om een goede rondleiding te doen, en dan vooral hier in Nuenen natuurlijk, is het op de eerste plaats nodig dat je kennis hebt van het leven en het werken van Vincent van Gogh. Maar daarnaast moet je enthousiast zijn. Je moet het leuk vinden om met een groep mensen op pad te gaan. En je moet gewoon openstaan, je moet verteller kunnen zijn. Want je wil de mensen toch iets moois meegeven. Je wil vertellen wat ze zien, wat ze beleven. En dat probeer ik altijd in mijn enthousiasme, probeer ik dat altijd over te brengen. Ik zie aan je dat je het leuk vindt. Kun je dat nog eens uitleggen wat er zo leuk aan is? Ik vind het gewoon heel erg leuk om, om kennis te delen en om de mensen te verrassen. En om te merken dat ze interesse hebben over Van Gogh. En het is bijna altijd zo of ik nou groepen uit Nuenen heb of uit de omgeving. Iedereen is altijd heel erg verrast van dat wisten we niet dat het hier allemaal was. En daar krijg ik energie van, daar word ik blij van. Ja, gids is mijn ding. Nou zijn er nieuwe gidsen nodig bij Vincentre. Mm-hmm. Is het erg moeilijk om gids te worden? Nee, ik denk dat je als je geïnteresseerd bent in het leven en werk van Van Gogh en het leuk vindt om met mensen om te gaan, het leuk vindt om te vertellen en natuurlijk een grote dosis enthousiasme, nou, dan is het echt een ding voor jou. Dus dat, nee, het is zeker niet moeilijk en je krijgt er heel veel energie van. Het is prima weertje. Driedimensionale afbeelding van de aardappeleters. Hier heb je het schilderij wat Vincent hier in Nuenen gemaakt heeft, zijn eerste meesterwerk. Hij heeft het zelf ook altijd heel erg goed gevonden. Waar hij het geschilderd heeft is daar in dat huis, niet meer het huis zoals er was van de koster, maar er staat nog ter nagedachtenis daarvan een heel klein beeldje hier. Laat ik het even uitleggen aan de hand van deze groep. Kijk. Vincent's topmodel Gordina, ook wel Sien genoemd,
in het dagelijks leven. Zij is Vincents topmodel, zou je nu tegenwoordig zeggen. Hij heeft haar wel zeker 25 keer geschilderd. Gordina's moeder en de broers van de moeder, dus Gordina's oom. Deze figuur is er eigenlijk alleen maar op geschilderd vanwege het effect wat zij sorteert in het schilderij. Vincent had dat van Rembrandt afgekeken. Hans, wat is er voor nodig om een goede rondleiding te verzorgen? Nou, op de allereerste plaats natuurlijk moet je er zin in hebben. Je moet de kennis over Van Gogh hebben. En dankzij de opleiding die wij onze gidsen geven hier in het Vincentre, is die basis is bij iedereen gelegd. Daarna, ja, ga je het doen en steeds meer. En je leert van de vragen die je krijgt. Je zoekt dingen op, je bouwt een gedegen kennis op over Vincent en alles wat erbij hoort. En ja, dan heb je op een gegeven moment ook die eigen rondleiding die je kan maken. En daar put je uit. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend leuk. Elke groep is anders. Je kan je inleven, je moet je kunnen inleven in de groep die je gaat rondleiden. Ja, en dan vertel je je verhaal. En het hangt ook van de interesse van de groep af hoe jouw verhaal gaat lopen. Peter, welke vrijwilligers zijn er nog meer nodig? Wij denken vooral aan vrijwilligers die het leuk vinden om een Van Gogh-tour te maken in de omgeving van Nuenen, op de plekken met de fiets, om de gasten mee te nemen langs de mooie plekjes van Van Gogh in Nuenen.